Ik ga aan de hand van een mindmap vertellen over de werking van de mindmap. We beginnen in het midden met het hoofdidee. Waarom is het nou zo handig om een mindmap te gebruiken? Je maakt gebruik van de twee sterspelers van je hersenen: associatie en verbeelding. Maar hoe ga je hem dan maken? Ik maak gebruik van tekeningen. Taal. En van kleur. De mindmap kun je onder andere gebruiken om te brainstormen, structuren en verbanden aan te geven, samen te vatten en te onthouden. En dit is mijn mindmap over mindmappen. En dan zal ik nog wat andere voorbeelden laten zien. Hier zie je een voorbeeld van een mindmap woord benoemen. In het midden heb je het hoofdidee. En naarmate je verder naar buiten gaat, wordt het steeds concreter. In dit geval zelfstandig naamwoord is altijd een dier, ding of mens. En dat vul je dan aan met een tekening. Deze mindmap is voor woordenschatvergroting heel goed te gebruiken in de onderbouw. Je kunt het samenvatten gebruiken in de klas, voor een les. Maar je kunt het natuurlijk ook gebruiken voor jezelf, met een studie of de notulen van een vergadering.